Ik ben altijd al een grote fan geweest van Pieter Lakerman en wel om twee redenen. Hij komt net als ik uit een geletterd reformatorisch milieu en hij deed mij qua fysiek altijd heel erg denken aan John Cleese. Lakermans boek Binnen zonder kloppen over de Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen daarvan was revolutionair en het is goed dat Rudolf Bouwman er naar verwees. Lakerman stelt in het boek dat de kosten van immigratie opliepen tot maar liefst 70 miljard gulden. De gastarbeiders waren dus helemaal geen verrijking, zoals de politiek altijd riep. De oorlog die Lakenman nu voert tegen de pensioenfondsen lijkt mij rechtvaardig, maar ik behoor tot de 1 miljoen Nederlanders die geen pensioen hebben opgebouwd. En daarom zal het mij ook worst wezen wat er met die enorme pensioenpot van 1500 miljard euro gebeurt. Vermoedelijk zullen die zuur opgepotte spaarcentjes uiteindelijk in Brussel verdampen via de Green Deal of naar Zuid-Europa worden gesluist, zodat wij in Portugal nog langer kunnen lunchen op het strand, terwijl de Hollanders zijn bammies met pindakaas wegspoelt met karnemelk. In het half uurtje dat men in Nederland lunchpleeg te noemen.